komende dagen is dit theater de plaats waar we de volgende stappen gaan zetten om Nederland leidend te houden op het gebied van digitalisering. In goede samenwerking met u, ondernemers, met onderzoekers en met andere overheden. Volgens mij is dat echt de Nederlandse manier om het verschil te gaan maken in Nederland aan de top te houden. If we look at the last 30 years of industrial development, what we've seen is that innovation has been driven by hardware. But if we look to the future, it's increasingly going to be driven by software. Als je nu nog met een kaartenbak werkt, dan heb je straks wel een probleem. In de roadmap Smart Industry staan de thema's waar de industrie mee bezig moet zijn in de digitale transformatie. Jullie heten Boost, hè? Boost is het ecosysteem, het netwerk voor Smart Industry. Het belang van de hub is ondernemers de weg wijzen en overzicht bieden van wat er allemaal in de regio gaande is. Ik ben actief binnen de werkgroep internationaal van het programmabureau Smart Industry. Er liggen heel veel kansen voor ons in Duitsland en die wil ik graag verzilveren samen met jullie. Hand gaat erop. Ja. We zijn bij de conferentie ICT Open. Dit is eigenlijk dé ontmoetingsplek voor de ICT-wetenschappers. Het is belangrijk om die uitwisseling te hebben, om kennis met elkaar te delen, nieuwe inspiratie op te doen. De meeste mensen weten nog totaal niet wat hun de komende 5 of 10 jaar gaat overkomen, omdat we zoveel met digitalisering te maken hebben. Het wetenschapsveld moet dus ook heel goed weten wat er bij de bedrijven en de overheden speelt, om onze onderzoeksprogramma's daar ook op af te kunnen stemmen. Het is juist zo leuk om hier ook bedrijven te zien. Die hebben vaak heel ander soort vragen. Hoe pas ik dat nou toe en hoe maak ik het geschikt voor mijn domein? Dat laat je als wetenschapper ook wel weer denken van, oh ja, ja, hoe moet dat eigenlijk zo specifiek? Het is goed om daarover na te blijven denken. Wij hebben gratis cursussen ontwikkeld voor Nederlanders om in hele eenvoudige taal uit te leggen wat het is. En dat het eigenlijk niet zo ingewikkeld is. No! Yes! Yes! No! No! Yes! Imagine that I am in charge of a big maintenance project on power lines. Het terugbrengen tot de essentie, dat je het inderdaad in zo'n korte tijd toch al voor een heel groot deel kunt uitleggen, was best wel een eye-opener. I've not really seen anything quite like this. It's a bit of a national treasure and I think it should be cultivated by the Dutch people. Can we build computers that are just as sloppy as the human body, but yet still robust? What I really like is this bigger picture of the society in relation with our field of computing. De man van Google liet nog eens goed zien hoe wereldwijd deze technologie zich ontwikkelt en hoe snel het gaat. Ik zit in de informatiebeveiliging en dat stuk privacy en informatiegevoeligheid, dat trekt mij heel erg. Wat doet dat nou eigenlijk en wat doet dat straks voor de toekomst van mijn eigen kinderen? Ik ben hier omdat ik kunstmatige intelligentie een interessant onderwerp vind en wat sowieso een impact gaat krijgen op de maatschappij. Er zitten heel veel kansen in en ook wat bedreigingen en ik ben benieuwd waar we het vandaag over gaan hebben. Ja, laten we hierop voorborduren. Laten we dit vaker doen. Laten we met elkaar de samenwerking opzoeken, want alleen samen kunnen we het echt op elkaar krijgen.